In verband met de jaarrede van president Santokki morgen zijn er eerder deze week 4 mammoetvlaggen gehesen. Luik Plever, hoofdafdeling planning van de Wegenautoriteit Suriname, zegt in een videoboodschap van de communicatiedienst Suriname dat de vlaggen zo worden genoemd vanwege hun formaat. Vandaag zijn er mammoetvlaggen gehesen in verband met de jaarrede die aanstaande 1 oktober gehouden zal worden door de president van de Republiek Suriname. In totaal gaat het om 4 mammoetvlaggen. Vanwege de grootte, ze zijn extra groot, dus vandaar dat we ze mammoetvlaggen noemen. 4 locaties, deze locaties zijn voor het regeringsgebouw, aan de Jagannath Lasmonstraat voor het SLM hoofdkantoor, de rotonde van de Hoogruisstraat en op de kruising van Sanderij bij het vliegveld. De mammoetvlaggen zullen hier staan tot 4 oktober aanstaande. De wegenautoriteit die maakt alles in orde met betrekking tot het hijsen van de vlaggen. We moeten eerst de vlaggen checken als ze niet gescheurd zijn en dergelijke. Want ze worden meerdere keren gebruikt als de haken en alles in orde zijn. Het leger wordt ingeschakeld om de vlaggen te hijsen en de politie zorgt voor de verkeershandhaving. In de avonduren daarvoor hebben we voor verlichting gezorgd, want de vlaggen mogen niet in het donker hangen. Ze moeten verlicht worden. Plever zegt verder dat de protocollen op 1 oktober strak in acht moeten worden genomen. Het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname zullen daarop toezien. De vlaggen worden volgens Plever op 4 oktober neergehaald en opgeborgen in het magazijn van de Wegenautoriteit tot het moment dat ze weer zullen worden gebruikt.